gaan beginnen met blok 4. En dat is dit patroontje. Dus daar zit ietsje meer variatie in. Degene die mijn hoekt en lokkal van 2018 hebben gedaan, herkennen dit. Dit zijn de trappetjes. En we gaan nu met deze kleur beginnen. Degene die het nog niet hadden gezien. Ik heb per ongeluk deze twee kleuren omgedraaid bij het haken. Ik kwam er te laat achter. Dus raak niet in de war. Deze kleur had hier gemoeten en deze had hier gemoeten. Oké, hier is mijn kleur 1 linksboven. We gaan het werk draaien en dan gaan we het omdraaien. En dan gaan we weer gewoon precies doen wat we in de vorige blok ook hebben gedaan. We gaan langs deze kant werken. In de instructies staan weer hoeveel steken je moet maken langs blok 1 en langs blok 2. En ik ga het je nog één keer laten zien dat je hier moet oppassen. Dus misschien is het een beetje veel, maar dan weet je het gewoon dat je dat niet moet vergeten. En we gaan weer de medium steken gebruiken. Dus we gaan de stokjes achterlangs gaan we doen. Dus heel eventjes even kijken. Even hier de vaste oppakken. En we maken het stokje af. Eén losse. 1. Twee. Drie. Vier. Vijf. En hier is ons waarschuwingstekentje, de markeerder. Dus we moeten oppassen dat we niet hier omheen gaan werken, maar bij de volgende steek hier, dus onder het blauwe randje door, pak die steek op. 1, 2 en 3. Dus je kunt dus die tellingen weer checken met wat er in je instructies staat. Dus, nou, dit is zoals je dit al eerder hebt gedaan. En dan ga ik je nu eventjes ook rij 1A laten zien. Want daar zit nog iets nieuws in wat je nog niet hebt gezien. En dat is dat er steken aan de voorkant worden gemaakt ook. We gaan rij 1A doen en we gaan even de steekmarkeerder eruit halen. En dan gaan we naar de instructies kijken en die zegt kleur 1 naar achteren. Dus dat hebben we al gedaan. En dan de zijsteek, die hebben we hier. En nu staat er, hier staat back front, voor, even achter, voor. Dat drie keer en achter nog één keer dan de zijsteek. Nou, hoe je de steken achter moet doen, dat heb je al vaker gedaan. Dus dat is niet nieuw. Dus die gaan we gewoon hier aan de achterkant doen. En je moet weer even bedenken dat dit weer de eerste rij in kleur 1 is. Dus we maken die verlengde stokjes. Doe het even overnieuw. Dus we gaan hier om deze eerste heen. We gaan het door één lus halen. En dan door twee. En dan door twee. En ons tussenlossen. De volgende steek. Die moet voor worden gemaakt. Dus dan gaan we aan de voorkant van het groen werken. Met andere woorden. We gaan hem hier oppakken.
Door 1, door 2, door 2. De volgende moet weer aan de achterkant. Dus dan moeten we even goed... Je moet even goed de hokjes in de gaten houden waar je doorheen werkt. Je kunt af en toe je werk ook eventjes omvouwen om te zien van, oh, waar moet ik zijn? Maar deze moet dus weer aan de achterkant. Dus we gaan achter die groene rand door het hokje heen. En we pakken hier de steek op. Oeps. Deze steekmarkeerder zit even in de weg. Door 1, door 2, door 2. Mijn steekmarkeerder kan er trouwens uit. Zal ik eventjes even weghalen. Dat is een tip ook die ik je mee wil geven. Als je soms eventjes wat lastig vindt om te zien waar je moet werken. Vouw gewoon eventjes of kijk gewoon eventjes aan de achterkant. De lijnen moeten gewoon, zeg maar als het ware, gewoon doorlopen in je hele werk. Nou, de volgende, die moet weer aan de voorkant. Dus we gaan weer, zeg maar hier. Hier is het volgende stukje waar je langs moet gaan werken. En dat gaan we dan weer aan de voorkant doen. En het moet weer een verlengd stokje zijn. En dan gaan we naar het volgende spijltje toe. En dat zit dan hier voor het volgende openingetje. En weer een verlengd stokje. En dan weer eentje voor. Hier weer. Dus dit is eigenlijk gewoon interwoven crochet, maar dan met relief stokjes achterlangs. En dan hebben we nog, even kijken, dit was de zijsteek. Achtervoor, 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 want dat hebben we 3 keer gedaan. En dan nog 1 keer achter. Dus we gaan achter het groen langs, in dit geval. En, oeps, eerst langs eentje. Dan langs 2, dan langs 2. En dan onze zijsteek. Eén, twee, drie. Oké, en dat was dan rij 3. Of 1A van blok 4. Oké, we gaan rij 1B nog eventjes doen. Dat is achter voor 4 keer. Dit is... achter en dan gaan we voor. Achter. Voor. Achter. Voor. Achter en voor. En hier zie je dat hier zijn we begonnen met die staande stokje. Dus we kunnen daar in de top werken. Nou, en dan kun je gewoon nu het blok kun je gewoon afmaken. En wat ik je nog wel even 1 keer ga laten zien, is het begin van, of hier bij de volgende toer. Want daar moet je op een gegeven moment langs 2 blokken gaan haken. Dus dat ga ik je ook dan eventjes laten zien. En nog even dan 1 keer ook die eerste toer met kleur 1. Dus dan zie ik je daar weer bij terug.